Geen geleur meer aan de deur zou het motto kunnen zijn van de organisaties die in Landert collecteren voor goede doelen. In plaats van tig belrondes wordt er nog maar één keer aangebeld en vervolgens kunt u bij de goede doelen die u een warm hart toedraagt een bedrag invullen. Over het hoe en wat van de nieuwe opzet sprak Landert TV met een aantal organisatoren en collectanten. Beetje bij beetje van jou en van mij. Beetje bij beetje, zo geven wij blij. Beetje bij beetje van jou en van mij. Beetje bij beetje, zo geven wij blij. U kent het beeld wel. Iemand belt aan en binnen in het huis denkt iemand, een collectant. Dat is niet erg, even naar de deur, wat geld in de bus. Maar dan 2 weken later is er weer een collectant. En misschien een paar weken later weer. En dan wordt er gezegd, alweer een collectant aan de deur. Dat gaat veranderen, want vanaf nu krijgen wij een goede doelenweek. En dat betekent dat er alleen in die week gecollecteerd wordt. Aan tafel zit ik hier met 3 mensen. Die hebben dat niet bedacht, maar die gaan het wel uitvoeren. En dat zijn Adriette van der Wijs uit Zeeland. Teunie Dane uit Reek. En Rien van den Heuvel uit Schaijk. Ooit is dit in Nederland bedacht. Er zijn te veel collectes. We gaan 1 goede doelenweek. Wie heeft het idee? Waar is het idee ontstaan? Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik werd geïnspireerd door voorbeelden in Noord-Limburg. Dus of het daar dan ook ontstaan is, weet ik niet. Maar daar werd ik door geprikkeld. Zeg maar. Je zegt het nou van, dat idee was er daar. En toen, dat zag ik. En toen dacht ik, hey. Ja. Want ik, wat Landert betreft dan, of wat jij komt uit Zeeland, wat Zeeland betreft? Ja, want ik coördineer een collecte voor Fonds Verstandig Gehandicapten samen met mijn moeder. En we merkten al wel van, het is steeds lastiger om collectanten te vinden. Je hebt een club collectanten en veelal ook wel wat mensen die ouder worden. En die het op een gegeven moment ook niet meer kunnen. En dan merk je wel van, het is lastig om dan wat nieuwe collectanten te vinden. En met als gevolg dat je dus ook niet meer een hele dorp kunt collecteren. Want dan vallen er gewoon een aantal straten af. En ik was collectant bij de ANGO en daar sprak ik ook de mensen die het daar organiseren. En toen hadden we op een gegeven moment zoiets van, goh, zou dat een oplossing zijn? Ja. Zullen we dat eens doen? Nou, koppen bij elkaar gestoken en lief ontvangen. Ja, Teunie en Rinus, ik begrijp, jullie hebben eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, op hetzelfde moment het wiel. Niet uitgevonden, maar gevonden. Nee, ja, gelukkig hoefden we het wiel inderdaad niet uit te vinden. Maar het is wel zo als MOV... organiseren wij sinds jaar en dag eigenlijk de vaste actie en we hebben dezelfde ervaringen als die Adrien vertelt. Toch wel wat moeite om voldoende collectanten te krijgen. De gemiddelde leeftijd is hoog. 35, 40 mensen in Zeeland en in Schaijk. En alleen al voor de vaste actie hadden we er 60 à 70. 60 à 70. Ja. Volgens mij staan mensen daar niet meer stil dat er zoveel collectanten zijn. Nee, maar nu we alles op een hoop gegooid hebben, om het even populair te zeggen. Dus van alle goede doelen die onder de Goede Doelenweek vallen, hebben we alle collectanten benaderd en samengevoegd. En dan kom je toch aan het respectabele aantal van 190 heb ik net gehoord, hè? En wij 370 voor Reek en Schaijk samen. Ja, Reek 60. Reek 60 en bij ons 270, 280 in het Schaijkse. Daar vallen nu wat mensen vanaf, ook mede gezien leeftijd en mede gezien allerlei andere factoren die daarbij een rol spelen. Maar gelukkig kunnen we over een buitengewoon mooi aantal collectanten beschikken, waarmee ook, en dat is ook een van de voordelen van die Goede Week, de gemiddelde taak per collectant gelukkig veel minder wordt. Ja. Ja. Als in het verleden collectanten toch weken hadden dat ze soms 150, 200 huizen moesten afwandelen, om het zo maar eens te zeggen. Nu kunnen we zeggen dat de gemiddelde collectant heeft nu 17 à 20 huizen. En dat is toch een groot verschil. Dat is alles, ja. Als ik het, mag ik het zo zeggen, Teunie, ook een reek waren jullie hartstikke blij met dit initiatief. Ja, zeker. Zeker voor de vaste actie, want dat is toch een wat oudere organisatie. En er zijn ook vooral ouderen die daar voor meelopen en die daar ook voor warm te krijgen zijn. Wat was jouw taak in Reek? Voor de vaste actie daar voor de collectanten zorgen. En zelf ben ik ook collectant voor andere organisaties, maar dan hoef ik alleen maar rond te gaan, zeg maar. Ja, ja. Maar voor de vaste actie moet ik zorgen voor collectanten en zorgen voor de spullen, zorgen voor de wijken en het geld bij elkaar en dan uiteindelijk storten richting vaste actie. Ja. Dus eigenlijk de coördinatie van dat doel.
Nou doen 12 organisaties mee, Rinus. Zijn dat het ook wel een beetje... Mag je zeggen, zijn dat de 12 belangrijkste? In Schaik 13 en in 13. De Reek 12. Het is waarbij het ook nog zo is dat wij per plaats 2 verschillende, goede doelen hebben. Dus samen collecteren we voor 15 goede doelen. Okay. Maar dat zijn er 13 dan in Schaik en 12 in Reek. Mm-hmm. Je kan eigenlijk wel zeggen dat de voornaamste goede doelen meedoen. Alhoewel je toch een klein beetje dan de vraag moet zetten, wat is voornaam? Ja. Wat toch wel belangrijk is, denk ik, is te wijzen dat het vooral de landelijke goede doelen zijn. Bijvoorbeeld deze week wordt er in Schaik gecollecteerd voor de verjaardagsactie van het KBO. En dat is dan tevens voor de stichting Jeugdbelangen en zo. Jantje Beton doet niet mee. Dus dat soort acties en ook de acties van sportverenigingen, die vallen erbuiten. Ja. Wat wij dan behartigen, dat zijn dus echt de landelijke goede doelen. Duidelijk. Die ook als zodanig gecertificeerd zijn. Tony, tot nu toe komt iemand met een collectebus aan de deur. Die belt aan. Dat gaat nou anders. Dan wordt er aangebeld en dan... Nou, we beginnen met een brief. Daar gaan de collectanten, die gaan de week voor de eigenlijke collecte, gaan met een brief naar hun groep mensen, naar hun deuren gaan ze naartoe, bieden die aan, leggen even nog uit wat de bedoeling is en dat ze de week erop, dan geven ze een dag aan, dinsdag, woensdag, donderdag, maakt niet uit wanneer, dat ze dan terugkomen. En als ze die brief hebben kunnen lezen, dan kunnen die mensen zeggen van oké, die doelen kruisen wij aan, daar geven we geld. Die hebben ze dan al aangekruist als je terugkomt? Nee, als we terugkomen hebben ze die aangekruist en ze hebben, als het goed is, wel of geen geld in de envelop zitten die dan meegenomen kan worden. Dus we gaan 2 keer langs de deur. 1 keer om het uit te leggen, vooral ook omdat het nu heel erg nieuw is. Mm-hmm. En ja, mensen kijken wel naar de kranten en luisteren wel naar de media, maar ja, de uitleg persoonlijk is dan toch net iets anders. En dan de week erop halen we de enveloppen op. En dan wordt het geld geteld en per goede doel wordt dat dan uiteindelijk naar het goede doel gestort. Dat is dan 12 of 13 kruisjes kunnen mensen zetten. Ze kunnen er in feite net zoveel zetten als ze zelf willen. Met het bedrag erachter wat ze willen geven. Per goed doel erachter. Ja. Nou is het zo, als er gecollecteerd wordt en er is iemand niet thuis, dan hangt het van de collectant of komt hij nog een keer terug of niet. Nou wordt het wel heel belangrijk dat iedereen zo'n formuliertje krijgt en dat ook het formuliertje echt opgehaald wordt. Ja. Dus dat betekent wel dat iemand zich weer vast moet zetten, dat je ook al die formuliertjes terugkrijgt. Ja, nou in Zeeland is het zo dat, in tegenstelling tot bij jullie, dat we bieden er niet persoonlijk aan de brief. Dus we stoppen gewoon in de brievenbus. En we hebben er wel over nagedacht, moeten we dat wel of niet doen. Nou ja, goed, dat zijn keuzes die je maakt. Dus de mensen kunnen het gewoon goed lezen, staat duidelijke informatie in wat de bedoeling is. En er zijn inderdaad collectanten die schrijven precies op van waar ze wel of niet iemand al aangetroffen hebben als ze langskomen om te collecteren. En die gaan misschien nog 2 keer terug of 3 keer of 4 keer. Er zijn heel fanatieke collectanten bij. Ja. Maar de mensen zijn ook in de gelegenheid om hun, als ze al weten van nou ik ben niet thuis dan in die week of ook rond die tijden. Nou, geef me bijvoorbeeld dat bij de buren. Dan kan die hem mee afgeven. Of ze kunnen hem stoppen in een brievenbus bij Compostela. Mm-hmm. Die nog tot de week daarna ook nog tot de beschikking. Het is voor de mensen ook niet leuk om 12 weken achter elkaar naar de deur te moeten. Omdat er weer een collectant is. Hè. Nu hebben de collectanten zelf zijn bij elkaar en zitten de neuzen dezelfde kant op. En het is ook zo dat met zo'n goede doelenweek kom je ook de bewoners, die kom je een beetje tegemoet. Hè? Ze hoeven niet meer 12 keer naar de deur te komen. Ja. Dat kunnen ze nu in 1 keer, zal ik zeggen, kan dat afgewerkt worden. Ja. Dus, en dan vind ik ook inderdaad, je moet ze daarvan proberen te overtuigen. Ja. Maar echt druk of dwang of wat dan ook, het moet uit het hart komen en anders dan werkt het toch niet. Ja. Nou, is dat een envelop, daar kan ik geld in doen. Maar dan zeg ik, maar ik wil pinnen. Ja, daar hebben wij lang over nagedacht, uitvoerig bij stilgestaan ook. Er zijn collectes waarbij de collectanten met de pinautomaat langs de deur gestuurd worden. Dat gebeurt al. Dat gebeurt al. Wij hebben dat besproken met een collectantengroep en dan hadden we bijna niemand meer overgehouden. Dat is totaal niet in. Dat gaat gewoon niet. We hebben ook nog gesproken, in plaats van contant geld, machtigingen.
ja, dat geeft ook weer andere soorten problemen. En we hebben gezegd van nou, als mensen nu een paar dagen de tijd hebben om zo'n envelop te vullen, dan kan dat ook met contant geld, dan hoeft dat niet per se een machtiging te zijn. Dus vandaar dat we zeggen, we gaan op dit moment gaan we nog voor contant geld en we wachten even af hoe dat loopt, hoe de mensen daarop reageren. En als we niet ingewikkeld hoeven te gaan doen met machtigingen en dat soort zaken, dan doen we dat voorlopig ook niet. Ook als je ziet, er zijn in zo'n aanloop, daar zijn de nodige kosten. Met de nodige kosten gaat dat gepaard. Nou, er zijn een paar dames bij ons, die hebben een beroep gedaan links en rechts op het bedrijfsleven, op MKB-bedrijven. En nagenoeg alle onkosten die we maken, en dat loopt toch in de duizenden euro's, die worden op dit moment wordt dat allemaal gesponsord. En dat vind ik gewoon fantastisch. Ja. Ik vind dat echt fantastisch. Goed, ik zou zeggen, heel veel succes. En als het ligt niet aan jullie, als het niet goed gaat. Dat is duidelijk. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Ondertussen zitten twee andere mensen aan tafel. Twee mensen die eigenlijk al heel lang collectant zijn. Ans Linders uit Reek en Lisa Gerrits uit Zeeland. Jullie zijn doorgewinterde collectanten, mag ik dat zo zeggen, Ans? Ja, ik denk het wel, dat ik dat van mezelf wel kan zeggen. Hoe lang al? Ik heb geen idee, maar misschien al wel 20 jaar. Maar 20 jaar. Voor verschillende goede doelen. Voor verschillende goede doelen? Ja. 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 Lisa? Ja. Nou, ik nog maar een jaar of 5, 6. Maar, nog maar een jaar, dus ja. Nog maar een heel klein wintertje dan. Ja. Ja. Ja, maar dat is ook al heel mooi, hè? Ja, dus ja. Dus iedere collectant, ik denk dat iedereen blij is als ze genoeg collectanten kunnen vinden. Ja. Dus jullie gaan nou ook meedoen met de Goede Doelenweek. Ja. En wanneer is precies eigenlijk die Goede Doelenweek? Nou, het is heel toevallig, want Schaik Reek hebben samen opgetrokken. En Zeeland heeft apart de Goede Doelenweek georganiseerd. Maar het is toevallig dezelfde week. Dus daar komt wel heel mooi uit voor Landert een Goede Doelenweek. En welke week is het? Van 18 tot 22 april hebben 18. wij... En ja. Jullie 21 april, zag ik, hè? Ja, okay. Dus, maar het is dezelfde week. Van collecteren, nou, dat zou ik van zijn leven niet willen. Lisa, hoe leuk of hoe niet leuk is het? Nou, het is echt wel leuk. Je bent lekker buiten en ik ben gewoon collectant in mijn eigen wijk. Dus ik ken eigenlijk alle mensen. Dus mensen vinden het ook helemaal niet vervelend om voor mij de deur open te doen. Vaak neem ik mijn kinderen mee en die breken het ijs ook al een beetje. En weet je, in 2 uurtjes tijd... Per jaar, nou, en daar wil ik me wel inzetten voor goed doen. Ja. Kost eigenlijk geen moeite? Nou, 2 uur per jaar, maar dat vind ik geen moeite. Dat is geen moeite. Nee. Waarom heb je 6 jaar geleden aangemeld? Nou, ik ben eigenlijk gevraagd door Adriette, die net aan tafel zat. En van tevoren heb ik me eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dus dat 1 jaar? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, ook omdat ik wist dat het inderdaad maar een kleine tijd voor nodig is om te doen. En ik dacht, ja, waarom niet? Ja. Dus ja. Anders, als het zo leuk is, als Lisa zegt, waarom zeggen dan zoveel mensen van, nou, ik zou het bij de beste wil van de wereld niet willen? Ja, ik denk dat heel veel mensen het toch een beetje schooien vinden. En dat vind ik niet. Ik zeg altijd maar van, ik kom gelukkig nog steeds niet voor mezelf langs. En dat snappen mensen ook. En het is altijd voor een goed doel. Bovendien wordt er altijd reclame gemaakt op tv en radio. Als er dus een goed doel die week... Als er voor een goed doel gecollecteerd wordt in die week. Er zijn er mensen die niks lezen of niks zien. Komt dat voor? Ja, dan zeg je van, ik wist er niks aan. Die zijn er wel, maar over het algemeen zeggen heel veel mensen van, oh ja, deze week was het voor hupplepup. Ja. Dus heel veel mensen weten het wel hoor. En inderdaad, ik heb ook mijn eigen wijk meestal. Nou ken ik eigenlijk wel vrij veel mensen in Reek, dus ze geven mij ook wel eens ooit een andere straat. Maar ja, dat is nooit geen probleem eigenlijk. Ja, ja. Laatste vraag. Ja. Die onvermijdelijke knoop, heeft er die ooit ingezeten in zo'n collectebus? Ja. Die heeft erin gezeten? Ja. Ja? Bij mij wel. Nou, ik was buitenlands geld. Buitenlands geld. Buitenlands geld. Buitenlands geld ook. Oude centen, oude stuivers. En wat doe je daarmee? Die hou ik apart. Weet ik eigenlijk niet. Voor Duitse munten kun je nog inwisselen. Ja, maar die kun je niet. Nee. Die kun je nergens. Dan moet je naar de Nederlandse bank. Ja. Dus daar heb je niks aan. Nee, nog ooit iets anders, iets heel geks in de bus aangetroffen? Ik weet het niet meer. Je weet het niet. Ik leg het wel altijd apart, maar wat het dan is. Dus echt, dat betekent dat mensen, zonder dat jullie het zien of wel zien, doen ze een knoop in die bus.
Ja, maar er zijn heel veel mensen die ook gewoon een bundeltje of een handjevol klein geld hebben. En dan laten ze dat in de bus vallen. En dan kan ik knol bij erin. Ja. Ja. Goed zo. Dankjewel. Graag gedaan.